Waarom leg jij daar neer? Dit slaat nergens op! Ja, kijkers, van Marcel zijn we ook weer terug bij een nieuwe aflevering van The Sims 3. Boeja, Marcel ligt te pitten, heerlijk. Om 8 uur 's avonds al. Tenminste, inmiddels is het 9 uur 's avonds. Nou ja, leuk toch? En Tori, die zit nog lekker achter de computer. Iets van verslagen aan het doen of zo. Onverschillig werken. Leuk. Gezellig. Sophie, die ligt nog lekker te maffen in het bedje. Nee, die doet niks. Sophie doet niks. Oké. Die ligt te dagdromen. Puntjes. Hoppakee, zijn er niet heel veel deze keer. Maakt niet uit. Ik had er geen zin in. Nou, zo simpel is het gewoon. Maar zo, hoe laat word je wakker? 2:30. Oké. Weet je wat je dan mag doen? Dan mag je in je heerlijke nieuwe bad gaan. Ja, dat is chill. Als we dat gewoon eens even gaan doen. Ja. Nou, tot die tijd moeten we nog even wachten. Hoeveel geld hebben we inmiddels? We hebben 3.500. Oké, kan ermee door. Hebben wij nog een nieuw huis op het oog? Willen wij nog een nieuw huis hebben binnenkort? Ik denk het wel, hè? Ik bedoel, dit huis... het is wel mooi. Oh, de kleine ligt te huilen. Volgens mij valt het allemaal wel mee. Oh, ze heeft aandacht tekort. Ga ook maar eerst eventjes naar Sophie toe. Knuffelen. Doe maar. Oh. $400. Wat hebben we nou weer gekregen dan? Wat is er gebeurd? Waar komt die $400 vandaan? Spelen. Kom, gaan we even lekker spelen. Ja. Kijk dan al die knuffeltjes. Zijn jullie helemaal blij? Nee, nog niet helemaal. Nog eventjes doorgaan, Marcel. Kom op. Knuffelen, kom op. Tempo. Daar. Oké, en spelen met. Zo, hoppakee. Zal nog meer waar Sophie behoefte aan heeft? Oh, honger. Ja hoor. Vieze luier verschonen, laten we dat ook maar gewoon doen. Hoppakee. En de fles geven. Zo, als we dan toch bezig zijn, dan kunnen we direct alles in één keer doen. Dat scheelt weer in de toekomst. Zo, lekker hè Sophie. Ja, oh heerlijk. Nou, nog één keertje spelen. En dan ga maar lekker je bedje in. Nou, welterusten Sophie. Gezellig. Gaan we even lekker het bad in en dan gaan we even wat eten klaarmaken daarna. Ik zei koelkast. Ontbijt eten. En dan doen we pannenkoeken of zo. Ja. Kan allemaal. Ik ga even de kleur van deze lamp veranderen. Even kijken hoor. Hoe zit dat? Hier zo. Hoppakee. Kleur instellen. Wit. Deze kamer. Zo. Nice. Marcel, wat loop je in je zomers outfit, joh? Oh, wat cool, ja. Lekker om 5:00 even wat pannenkoeken maken. Nou, ga je gang. Ik moet even wat WhatsAppjes lezen. Die kreeg ik net binnen. Iemand die... iets over een natuurkundeverslag. Oké. Prima. Dus, dat. Marcel is lekker aan het eten. Heerlijk. Dan mag je even gaan opruimen. Je hoeft niet eens te werken vandaag. Zo, nou, kijk eens aan. We kunnen even lekker gaan werken aan het rapporteren. Doe eens opruimen. Zo. Ik wil ook wel zo'n huis hoor. Dit huis is helemaal niet slecht. Echt niet. Hoe ziet die trouwens van buitenaf uit? Dat ben ik wel even benieuwd naar. Hebben we geen dak? We hebben geen dak. We hebben wel een dak. Nou, dit is toch een prima huisje om in te wonen? Kijk eens anders, hè. Jemig. Ik zou hier best willen wonen, hoor. Eerlijk gezegd. Echt wel. Nou, hallo? Eventjes, zo. Muurtjes opengewerkt en play. Wat gaan we vandaag doen, Marcel? Ik denk dat het handig is om te gaan rapporteren. Niet met iemand chatten.
Daar heb je geen behoefte aan. Kun je nog iets rapporteren? Schrijven. Nee. Dat werkt niet. Dan gaan we even in een prullenbakje graaien. Wonen hier mensen? Vast wel, hè? Volgens mij wonen hier mensen. Dacht het wel. En ze hebben een prullenbak. Nou, helemaal mooi. Hoppakee, gaan we even lekker doorzoeken, Marcel. Ik ben net in bad geweest. Dan ga je nu maar weer lekker vies worden. Ondertussen zie je natuurlijk al die mensen binnen kijken. Zo van, wat is hij aan het doen? Maar dat is juist leuk. Dat is alleen maar leuk. Ja. En die mensen in het huis, die hebben echt geen flauw idee wat er gebeurt. Kunnen we dit meenemen? Nee, kunnen we alleen bekijken. Dat is ook erg, hè? Dat ik gewoon zeg van... Oh, kunnen we dit meenemen? Oké, Marcel, gaan naar huis toe. We gaan een verslagje schrijven. How about that, bro? Schrijven. Verslag doen over... Iqbal Avi. Je zal maar zo heten. Het zou niet mijn... leukste voornaam zijn, denk ik. Of gewoon een naam, überhaupt. Ik zou er niet voor kiezen. Het is niet echt een bepaald Hollands of zo. Maar het zal wel weer aan mij liggen. Even kijken hoe je rapporteren dan staat. Dat is wel belangrijk. Rapporteren. Staat nu op niet lekker. Als we dan nou eens even proberen te krijgen naar normaal. Zoals atletisch. Kunnen we zo meteen ook wel aan werken trouwens. We kunnen gewoon naar een sportschool gaan. Wat deed jij daar op een porno site, Marcel? Ik had je wel door. Het is nog steeds niet lekker. Oké. Okay. Maakt niet uit. Tori, zorg jij voor de kleine? Wat wil ze eigenlijk? Wat wil die kleine? Sociaal en honger. Ga eens eventjes wat doen aan die kleine. Hoppakee. Ga eens eventjes wat doen, zeg. Jemig. Er staat wel op haar to-do-lijst. Oh, Marcel gaat er al een. Oh, oké. Okay. Nou. Nee, niet neerleggen. Denk jij nou? Ze heeft honger. Jemig, man. Wat een slechte vader. Oh, ze heeft honger. Laat ik haar neerleggen. Zo. Wat gaan we doen, Marcel? Wat? Waarom leg jij daar neer? Dit slaat nergens op. Wat een raar figuur. Wanneer wordt Sophie eigenlijk ouder? Daar ben ik wel benieuwd naar. 23 dagen nog. Nou, Sophie, ben je helemaal blij? Ja, oké, okay, mooi. Sophie een wichtje leggen. Zo. En dan gaan wij eens even lekker naar de sportschool. How about that? En dan kunnen wij eens eventjes zorgen voor jouw atletiek. Dat dat weer wat beter is. Ga uw gang, Marcel. De heer, ja, zo heet ik in deze game, dacht ik. Yep. Marcel heeft alle beschikbare informatie over Iqbal Alvi verzameld. Zo. Stoer hoor. Met je hoofd. Marcel, waar zijn we? Kunt u ons een beetje rondleiden? Dank u wel. Anders is hij nog vrij, dus we gaan lekker trainen. Ja, laten we dat maar gewoon doen. Je kunt langer trainen zonder moeite worden. Als je dat tenminste in het juiste tempo doet. Gaan we goed tempo doen. Laten we dat maar eens doen. Zo. Kijk eens aan. Oh, Marcel. Ja, gaat goed hoor. Gaat echt goed. Het ziet er perfect uit. Gefeliciteerd, Marcel heeft zijn vaardigheid atletisch naar niveau 4 getild. Oké. Prima. En dan, ja. Dan is het wachten tot Marcel klaar is. Waar is hij, jongen? Smerige dingen en luchtjes hebben dit effect op een sim. Je kunt ze beter verwijderen. Van Afvalberg. Is er hier een prullenbak buiten? Het zou op zich wel pittig nice zijn. Zie je echt geen prullenbak staan? Van een skere sportschool. Echt gewoon nergens een prullenbak staan. Moet toch wel ergens een prullenbak zijn? Hoe kunnen al die blikjes cola die je koopt bij de sportschool weggooien? Oh, die gooien ze natuurlijk in het zwembad. Is ook zo. Sorry. Niet over nagedacht. Oh, kijk, daar staat een prullenbak. Ja hoor.
Inventaris. Dit allemaal lekker de prullenbak in. Zo. Hoppakee. En dit nog. Zo. Nice. Is Marcel dan nog niet klaar? Duurt wel lang zo. Marcel. Het schiet niet op, hè? Ah, gaat lekker hoor. Gaat goed. Gaat goed. Atleti staat op geweldig! Marshall Ai is zojuist sterk geworden. Hij zal de dag waarop al dat gesport zijn vrucht afwierp nooit meer vergeten. Oké. Okay. Marshall is sterk geworden? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dan? Deze sims zorgen gewoon voor dat ik zelf nog moet gaan sporten. In een real life, want anders klopt het niet meer. Ik kom sowieso niet in een sportschool terecht. Deze hele serie klopt dan niet meer. Geweldig. Hoe lang duurt het nog, Marcel? Trainen tot vermoeid, 8:30. Oké, okay. Prima. Nog een uurtje. Dan gaan we daarna wel weer naar huis toe. Dan ben ik wel de dingen doen. Oh, Marcel, je wordt gebeld. Nee, niet opnemen. Laat de verslaafdheid gaan. Geef niet toe aan de verslaving. Goed zo. Brave jongen. Zo. Jongen, wat een sportschool ook zeg. Echt iets waar ik niet graag kom. Denk ik. Ben er nooit geweest. Ja, zijn we klaar maar zo. Is het Dino te doen? Is hij een lichtpuzzel aan het doen of zo? Arlo Bunch. Zal wel. Hé, hey, Marcel, we gaan naar huis toe. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Laat even een lekkere walm achter. Dan ga je thuis maar even lekker douchen. Want die douches hier, die zijn veel te slecht. Die van mij zijn zelfs nog beter. Moet je nagaan. Waar krijgen wij toch al dat geld vandaan? Ik vraag het mij echt af. Al dat geld. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja. Nee, maar echt serieus. Waar komt al dat geld vandaan? Oh, wacht. Ze heeft natuurlijk nog zwangerschapsverlof. Of niet? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik denk dat dat het is. Ja, dat zal het wel zijn. Nou Marcel, hoe staat het ervoor? Het rapporteren is echt niet lekker gegaan, maar dat maakt niet uit. Kunnen wij een douche pakken? We gaan even lekker douchen. Zo. Jeumel man, Sophie, hou even je mond dicht. Hij moet wat eten. Natuurlijk, diner. Een lekker goed vullende hamburger. Ja hoor, kan allemaal. Zo. Hey, man, Tori, ruim je spullen op. Echt verschrikkelijk. Zemige. Hamburger bereiden. Oh nee, hamburger bereiden hoeft niet meer. Gaan we gewoon opruimen. Laten we dat maar gewoon doen. En dan daarna de tv uitzetten. En gaan we nu slapen. Zo. En jongens, dan bedank ik jullie weer voor het kijken naar deze aflevering van The Sims 3. Ik vond het weer super leuk. Ik heb weer genoten van deze aflevering. Druk op dat duimpje omhoog als jij ook hebt genoten. En dan zie ik jullie de volgende aflevering gewoon weer terug bij een nieuwe aflevering van The Sims 3. En dan tot de volgende keer. Doei!